Nou ja, je ziet het een hele happening. Ogene naar het Eurovisie Songfestival. Toen ze het Junior Songfestival wonnen, zaten ze hier op school. Nou, wij hebben echt bedacht van nou, nu ze naar het Songfestival gaan, willen we toch daar iets speciaals voor doen. Een stukje cultuur, een stukje verwondering. En het leeft bij de kinderen. De meeste YouTubers denken van ik zou heel graag wel eens willen ontmoeten, maar bij Ogene kan het gewoon. Ik zie ze ook wel eens als ze de hond uitlaten of als ze aan het hardlopen zijn. Mijn nicht die is vriendinnen met Amy van Ogene. Oh, dan zie je die hartstikke vaak dus. Ja, eigenlijk wel. En hoe vind je dat? Eigenlijk op een gegeven moment, heel soms, dan vond ik het best wel raar, maar nu is het eigenlijk best wel normaal. En ze komen ook soms hier langs school lopen. En laatst liepen ze hier ook voorbij. En toen zagen ze ook dat team Ogene daar staan op het raam. En hoe reageerden ze dan? Ze moesten meer lachen. Amy die zit hier op de glijbaan. En Shelly staat aan de andere kant. Niet bij elkaar. Niet bij elkaar. Wij hebben eigenlijk alles vanaf het begin af aan meegemaakt. Die meiden waren al ontzettend muzikaal en ze dansten heel erg graag en ze huppelden. En sportief waren ze ook, net zo goed. En uiteindelijk toen ze in groep 8 kwamen, toen hoorden ze dat ze dus doorgingen naar het Junior Songfestival. Ik ben Lisa. Ik ben Shelly. Ik ben Amy. Nou, we zijn met z'n vijven. Met mijn twee ouders, Isolde en Rick. En mijn twee zusjes, Lisa en Amy. En ik woon in Feyenaard. Dat is in de buurt van Frans Bauer. Dit is het huis van Frans Bauer. Ik wilde eigenlijk meedoen. We keken altijd al naar het Junior Songfestival. En toen zei ik van, ja, ik ga gewoon een liedje schrijven en ik ga meedoen. En het klinkt nog best wel zoals toen, als ik het zo zeg. Maar Amy heeft ook ik nog... zei Amy van, ja. Ja, toen ben je mee gaan schrijven en mee gaan doen. En toen zei Shelly, ja, maar dan wil ik ook meedoen. Dus toen Shelly mee gaan doen. En jij had toen nog een liedje zelf ook, inderdaad. Maar toen hebben we toch besloten, die waren allebei door. Ja, en toen heeft Amy toch besloten door. Van, ja, ik ga toch wel voor met z'n drieën. Of ik alleen door wilde of met z'n drieën. Was nog dus de sleutel lag bij jou, Amy. Ja. Oh, als je het zo zegt. Ja, maar alleen was niet best, hoor. Dus, Nee. Had ik nooit niet waar. Ze zijn pas 11 en 13 jaar oud, maar nu al beroemd in heel Nederland. Zusjes Lisa, Amy en Shelly uit Feyenaard wonnen gisteravond het Junior Songfestival met het liedje Adem in, adem uit. Ze zijn er nog beduust van. Amy, Lisa en Shelly kregen gisteren in de finale van het Junior Songfestival het maximale aantal punten van de kinder- en de vakjury. Denk goed na over het bestaan. Neem een wijs beslaan. Ik vond ze toen eigenlijk al wel heel bijzonder. Ook het samen, het zussen zijn, het samen zingen, de creativiteit, de muzikaliteit. Dat merkte ik toen al wel dat het heel bijzonder was. Dat en ze hoe merkt hij dat? Nou, de eigen inbreng vooral. Dus niet meelopen met een grote groep, maar haar eigen ding doen. Met z'n drieën. Als er iets georganiseerd werd op school, dan deden zij mee met een liedje of met een dansje. Zelf. En dan vanuit vader veel richting de zang gestuurd en moeder richting de dans en de choreografie. Echte meiden. Want voor je het weet, is het echt gedaan. Ik had het ook gedaan. Hadden we het zomaar gedaan, hè? We hebben het echt zo'n visie van toen. We hebben alleen maar staan schreeuwen en springen. We waren zo blij. En, ja, we waren zo blij. En we werden ook opgejut als jonge puppies. Er werd ook tegen ons gezegd. Ja. Het interesseert niemand hoe je zingt. Het gaat om hoe je eruit ziet en wat je doet. Toon je enthousiasme. Ja. Niemand verstaat wat je doet. We zijn pas begonnen eigenlijk met zich op te geven met audities van het Songfestival. Toen stonden ze voor het eerst met een microfoon in hun handen eigenlijk. Het gaat heel hard. Als dit het begin is, ja, waar eindigt dat? Ja. Ja, toen, hadden we dit nog niet gedacht natuurlijk. Maar na enige tijd, toen we ietsje ouder werden, toen dachten we, zo, dit is, je kan er dus ook je werk van maken. En toen dachten we, laten we dat maar eens gaan doen dan. Want dit is wel echt superleuk om te doen. We moesten onze school afmaken. Ja. Dat moesten we wel doen. Dat was een vijfste. En vanaf het moment dat we ons diploma kregen, zeiden we, hey, toedeledokie. De mazzel.
Het wordt wel vaker gedaan. Je pakt een videocamera en zing hem maar. Maar de clips van de zingende zusjes Lisa, Amy en Shelley uit Feyenaard worden wel heel vaak bekeken. Ik wist wel dat ze hier iets mee wilden gaan doen. Waarom wist je dat? Omdat het eigenlijk toen al zo professioneel was, vond ik. Zo jong, maar toch heel professioneel. Ja. Waar zat dat professionele in? Ik denk dat het zussen waren. Die waren toen eigenlijk al zo goed op elkaar ingespeeld, qua timing, qua zang. Dat klonk al zo mooi. Ja, dat hebben we eigenlijk altijd al wel geweten. Ja. We wisten heel snel waar onze passies lagen. Je hebt natuurlijk meerdere dingen waar je goed in bent of wat je leuk vindt. Dus we wisten altijd al vrij snel wat we wilden studeren, wat we tof vonden om daarnaast te doen, welke hobby's en onder andere het zingen. En dat is alleen maar lekker als je dat natuurlijk lekker op tijd weet, want dan kan je ook meteen mee aan de slag. Dan zien jullie er prachtig uit. Ja, dankjewel. Heb je een beetje zin in? Ja. Dan gaan we vandaag eens even een clip maken. Ja, dan mag jij met mij mee, Judith. En dan gaan jullie met Frans mee. Mijn kinderen zitten ook op de springplank. Maar op een gegeven moment zeiden wij van, we moeten wat doen. Want het is toch heel uniek eigenlijk, hè, voor een Brabants dorpje dat 3 meiden naar het Songfestival gaan. En de school waar ze op hebben gezeten zei van, wij willen ook wat doen. En toen dachten we van, hey, we maken een leuk lied. En het is geschreven door mij en Laurens van Wessel. Die heeft de muziek gemaakt. En het is Wop Wop. Ga ze erop geworden. Wat zijn jullie aan het doen? Aan het zingen. Voor het Songfestival van Odin om een wensliedje dat ze eigenlijk kunnen winnen. Oh, sorry. Maar wat denken jullie, jongens? Gaat Ogine het Songfestival winnen? Ja! Weet je wat het is? Voor ons Feyenoordmannen maakt het niet uit. Voor ons hebben ze al gewonnen met überhaupt het meedoen. We hopen natuurlijk dat ze heel hoog gaan eindigen. Als je kijkt naar wat ze kunnen, denk ik dat ze vet op één komen. Ik bedoel, als je het gaat afmeten aan de kwaliteit en hoe uniek die stemmen samen zijn. Maar je weet het gewoon niet. Het is een wedstrijd waar heel veel factoren een rol spelen. Maar ik verwacht ze toch minimaal, als het echt allemaal is zoals het behoort te gaan, in de top 3. En dan hoop ik op 1. Goedemorgen allemaal. In Amsterdam maken vandaag het lied bekend. Daar zijn ze. Lisa, Amy en Shelley, oftewel Ogine. No more. Kom maar lekker tussen. Hallo. Dames, hoe is het gevoel? Goed. Goed. Best wel een beetje gespannen, moet ik zeggen nu. Het is de 58e inzending, geloof ik, voor het Songfestival. Ja, wat weet jij? Dat weet ik dan weer. Voor de 62e editie, de halve finale op 11 mei. Nog 5 seconden. 4, 3, 2. Geniet van Lights en Shelley. Cry no more. Kijk, dit is een nummer dat zij heel krachtig zingen. Een grote meerstemmigheid, mooie vocale expressie. Ze geeft ze alle gelegenheid om vocaal te excelleren. En dat verhaal is heel belangrijk en hoe dat vertolkt wordt. Het verhaal dat geïnspireerd is op hun zieke moeder. Ja, het is moeilijk en heel onzeker natuurlijk. En daarbij willen we toch al die mensen over de hele wereld inderdaad kracht toewensen en een hart onder de riem steken. Dus jullie moeder heeft botkanker, dat is een heel ernstige ziekte. Hoe gaat het met haar? Er zit nog geen vooruitgang in bij haar. Zo kunnen we het eigenlijk wel stellen. Ze gaat niet zo goed. Maar ze heeft wel ontzettend veel zin in het Songfestival. Ze gaat waarschijnlijk niet mee, omdat het een beetje lastig is. En we wilden het een beetje ook. Anders ga je je zorgen maken van waar is ze nu? Kan ze het wel goed zien? En je kunt het kennelijk heel slecht zien vanuit de zaal. Hoorde vanuit mensen die er geweest waren. Dus ze had zoiets van, maar lekker voor de tv. Dan zie ik het eigenlijk het best. Dus dat gaan we waarschijnlijk doen. En als jullie daar dan staan, wat ga je dan voelen? Wat ga je dan beleven? Heb je dat al in gedachten? Ik denk heel veel kracht. Het liedje geeft ons heel veel energie. En als je daar staat, ik denk op zo'n moment als alles klopt en je laat niets aan toeval over, dan stijg je boven jezelf uit. Hoe gek dat ook klinkt, maar het is natuurlijk een heel universeel verhaal. Iedereen kent wel iemand of heeft iemand die ziek is. En ja, dat werkt het bij jou? Bij mij werkt het zeker.
Ja. Het was best wel laat, nog ergens in de nacht was het. En mama lag al op bed. Rory was naar ons toegekomen, die had zijn gitaar meegenomen. En toen gingen we... Jouw vriend, de tekst schrijven. Ja, klopt, ja. En toen hebben we er wakker gemaakt. Hier is de tekst. En we zijn benieuwd wat je ervan vindt. Toen zijn we bij haar op bed gaan zitten. En hebben het voor haar gezongen voor het eerst. Zo'n speciaal moment was dat. En iedereen voelde ook gewoon een beetje die magie eigenlijk. En kippenvel. En ze kreeg gelijk tranen in de ogen. Maar ze straalde ook gelijk weer. Omdat het natuurlijk best wel... Het is geen sneu liedje. Het is echt wel met een positieve lading. Laat ze maar even naar binnen. Kunnen ze per groep naar buiten halen. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Ja? Oké, okay, nou top. Hey, hier hebben we, hebben we twee banken staan, twee rijen. En ik wil eerst even kijken wat er gebeurt als we jullie over die twee rijen verspreiden. Bakken, niet dezelfde kleur als je buurman. Bakken, dat maakt echt niet uit. Komen er nog meer aan? Ik tel dadelijk tot drie. En dan zet ik het liedje aan. Mag ik even de aandacht, jongens? Ik denk dat ik het aan moet zetten en niet te slaan. Je gaat voor de winst. Sta je er ook bij stil dat het ook tegen kan vallen? We houden overal rekening mee, ja. Absoluut. Maar ik denk dat je echt... voor ogen moet houden waar je daarvoor staat. Je moet niet gaan om voor de ervaring of voor andere redenen of wat dan ook, om in het buitenland een carrière te hebben. Dat is absoluut niet onze intentie. En je moet er gewoon naartoe gaan met dit idee: we gaan winnen, we gaan Nederland trots maken en we gaan iets unieks neerzetten. Maar als je dan denkt, als je zegt ik hou overal rekening mee, dan hou je dus ook rekening mee met het feit dat je bijvoorbeeld in de halve finale al uit zou knikkeren. Als je daaraan denkt, wat denk je dan? Ja, ik denk de finale niet halen. Ik denk, ja, dat is natuurlijk wel heel erg. Ik denk dat zou ik echt verschrikkelijk een doemscenario is wel heel erg, ja. Ja. Maar ik denk dat als wij onze act terugkijken en er is niet iets waarvan wij spijt kunnen hebben, of dat Nederland zoiets heeft van... Je hebt je best gedaan. Dat het misschien dat Nederland het er niet mee eens is en dat ze zeggen, ja, wij vonden het geweldig wat jullie daar hebben neergezet. Dan alsnog... Kunnen mensen trots zijn erop en wij ook na enige tijd misschien wel. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat wij gewoon iets daar neerzetten wat iedereen fantastisch vindt en wat dan ook de uitslag is. Maar we gaan er natuurlijk met een doel heen, maar je weet het nooit. Goed, goedemorgen allemaal. Jullie mogen allemaal aan de zijkant komen staan voor het lokaal van juf Marloes. Groep 8, groep 6. Vandaag een echte springplankfeest. En dat springplankfeest is gekoppeld aan een thema. En het thema is dit, ja, hoe kan het ook anders, Ojean. Er is visagie, kapper, vlaggenlijnen maken met alle landen van het Eurovisie Songfestival. Ja, van alles. Ik hoop dat ze hiervan leren hoe geweldig het Eurovisie Songfestival is. Maar ook hoe ontzettend fijn het is dat Ojean... die drie meiden die gewoon hier op school zaten, ook basisschoolleerlingen waren. En die hebben met heel veel doorzettingsvermogen, daadkracht en heel veel oefenen, hebben ze hun droom waargemaakt van Junior Songfestival naar Eurovisie Songfestival. En die magie proberen we ook over te brengen aan de kinderen. Wat wisten jullie van het Songfestival? Dat het wel één... Dat het één keer in de vier jaar was. Ja. Ja. En dat... Dat de Olympische Spelen één keer in de vier jaar. Oh. Ja, dat ze allemaal in hun eigen taal moesten gaan zingen. Albanië. Ja. Slovenië ken ik ook helemaal niet. Nee. Maar die doen allemaal mee met het Songfestival. Ja. En Letland ook niet. Dan hoor je weer vrolijk en dan hoor je weer die alle vrolijke mensen weer zingen en zo. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Dat er elk jaar iemand anders meedoet, dus niet dezelfde. En dat het Songfestival elk jaar verplaatst naar een ander land. Is er een hiërarchie? Nou, we hebben geen rangen en standen, zeg maar. Er liggen in verschillende posities, geen kaststelsel. Want je zou denken, jij bent de oudste, Lisa. Ja, dat zou je denken. Ja, is het zo. Ja. Jij hebt de leiding, denk je dan. Nou, dat denk ze ook wel te hebben soms. Ja. Dat neemt ook wel de leiding, maar dat is ook wel eens fijn. Je hebt een oudere zus niet voor niets. Lisa is ook de meest zakelijke van ons. Ja.
Ja, die kan het makkelijkst knopen doorhakken ook en zo. Ja. Dus dat, in dat opzicht, onbewust is dat misschien wel zo. Maar niet dat we iemand boven iemand zetten of zo. Nee, helemaal niet. Heel vaak heb je ook wel eens dat we in de studio staan en dan zijn er mensen om ons heen. En dan zijn we gewoon heel lekker duidelijk. En dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, dit klinkt vals of dit klinkt lelijk, moet opnieuw. En dan denken ze, oh, zo, wow, ruzie in de tent. Wow. Loopt uit de hand. Dat is gewoon heel normaal voor dat ons. Is gewoon, en dan zegt die ander, oh, oké. Okay. En dan doe je het opnieuw. En dan, ja, dan zit je daar niet echt mee. Weet je, ja, soms kun je wel denken van, oké, okay, dan heb ik ook nog wel wat over jou te zeggen. Maar ja, dat komt er dan ook achteraan. Ja. Maar dat is helemaal niet dat we dan ruzie hebben of zo. Dat is gewoon, ja. Lekker duidelijk. We hoeven het niet te sugarcoaten om iets te brengen, weet je wel. We kunnen het gewoon lekker, hup, recht door zee. Goed, ik wil even iedereen van harte welkom heten op dit gezellige feest. Het is vol. Veel mensen en heel veel gezelligheid. Ik wil u van harte welkom heten aan Lisa, Amy en Shelley O'Jean. Hallo! Wat grappig dat jullie er allemaal zijn, jongens. Super! Yes, gaan we doen! Ik heb gehoord dat één groepje mijn liedje Shalali Shalala gaan doen. En dat vind ik natuurlijk super leuk. Heel veel succes. Wat kunnen deze heren eigenlijk? Want ik ben nu wel het wel in dat moment. Nou ja. Zoals je weet zijn er dus 43 landen die meedoen. En sterker nog, zij weten ze allemaal uit hun hoofd. Albanië, Australië, Azerbeidzjan, Letland, Moldavië, Polen, Malta, Nederland, Oostenrijk. Kennen jullie er nog, dames, die niet genoemd zijn? Engeland, Noorwegen, San Marino, Wit-Rusland. Oh ja. Ja, we zijn er! Maak me trots en zorg dat je meer punten krijgt als het wij ooit deden. Wat hebben de kinderen geleerd, denk je, van dit?
blijven in jezelf geloven. Altijd blijven dromen. Daarvoor. Gas erop. Ja, ja, de mensen zien met ons mee. Light is in the air, fire is over there. Let me see you care and it feels like magic. Like magic. Denk je op zo'n moment, hè? Denk je dan ook nog terug aan... Ik bedoel, jullie hebben zelf op deze school gezeten, ook als kind. Met jullie al jullie verwachtingen en al jullie dromen. En kijk, hier eens. Ja, het is echt zo apart om dan terug te zijn. Zeg maar, we zijn nu niet op school, maar wel met de oude leraren en leraressen. En het is diezelfde warmte dat wij toen altijd hebben. We hebben het ontzettend naar zin gehad op school. Ben en aangemoedigd voor alles. En ja, nog steeds. Ja, en ik hoop dat die kids het ook nog ontzettend lang blijven onthouden. Het liefst hun hele leven natuurlijk hoe geweldige dag dit was. Ze hebben natuurlijk al heel veel voorwerk gedaan. Ja, daar viel er ook echt aan af te zien. Hele videoclip, iTunes, Spotify, alles. Ja, dat is toch helemaal fantastisch. We gaan er even klaar voor staan. Want het is bijna zover. We gaan bijna naar Kiev toe. 1 mei gaan we erheen. En Anna, wat denk je? Hebben we een beetje kans om te winnen, of niet? Voor de toekomst wil ik dat ze hun dromen waarmaken, net als die meiden gedaan hebben. Want dat is natuurlijk het fantastische, het beste wat er is. Je moet er hard voor werken, maar dan kom je al nergens. Dit is een inspiratie voor die kinderen? Absoluut, een hele grote inspiratiebron, zeker. Ja. Daarom zeggen we altijd, iedereen moet zijn dromen volgen. Waar je ook, of je nou van een klein dorpje komt of uit een enorme stad, het maakt helemaal niet uit. Hoe lang de weg ook is, ga ervoor. Leef je dromen dus. Zeker weten. Leef dat. Je droom. Yes. Om naar Kiev te gaan.